Ja, u kijkt nog steeds naar Cultuur in Actie. Mijn naam is Richard Groenendijk en inmiddels bij mij aan tafel aangeschoven regisseur van, nou ja, welke musical bijna niet, Paul Enens. Ja. Als er nou toch één sector binnen ons vak, dat het daar een enorme impact op heeft, is het wel die musicalwereld. Ik had toevallig gisteren Ellen Evers bij mij op visite. Die zat in Anastasia, een musical die jij niet geregisseerd hebt overigens. Dat weet het publiek niet, maar daar gaan zoveel mensen nu naar huis. Dat is heftig. Nou ja, de theaters zijn donker en het ligt stil. En ja. Iedereen zit thuis of is iets anders aan het doen. Maar we worden geraakt in de sector en ook wat de musical betreft. Ja. Maar het is niet anders. Heb jij nu een musical op stapel staan? Ja. Welke? Heb ik. Dat is volgend jaar. Eind volgend jaar ga ik een nieuwe Nederlandse musical doen. Dat is een creatie die we nu aan het ontwikkelen zijn. Dat wordt binnenkort allemaal bekendgemaakt. Ja. En daar begin ik hopelijk eind juli 2021 mee. Oké, maar dat is wel de tijd dat het waarschijnlijk misschien wel versoepeld allemaal is. Waarschijnlijk. Het is natuurlijk allemaal een vraagteken. Maar ik ben een optimist. Dus ik ga er wel vanuit dat gaat gebeuren, Richard. Want als jij nu bijvoorbeeld... laten we een van je musicals noemen. De Annie M. G. Schmid heb je gedaan met Simone Kleinsma. Die heeft daar een musical award voor gewonnen. Fantastische voorstelling. Stel dat die nu in deze huidige periode uit zou moeten... met 100 man. Had dat gekund? Nee, dat is geen verdienmodel. Ik ben niet van de cijfers en van de bedragen, maar dat weet ik zeker. Los van de bedragen, qua sfeer? Ja, dan durf ik intuïtief ja te zeggen. Dat wel gekund. Ik denk wel dat we dan met z'n allen de schouders eronder zouden zetten en ervoor zouden zorgen dat die voorstelling voor 100 man zou werken. Ja, precies. Dat, ja, zeker. Dat toch wel. Maar het is niet heel motiverend, lijkt me, als je op toneel staat. Ja. Een enorm groot carré met 100 mensen erin. Ja, het ligt er dan aan waar je motivatie vandaan moet komen. Het is natuurlijk een heel ander tijdsgevricht waarin we zitten. Ja. Ik geloof dat we die motivatie wel zouden opzoeken met z'n allen. Maar kijk, ik maak redelijk van grote voorstellingen met veel mensen. Ja, dat is moeilijk om dat voor weinig toeschouwers te doen, laat ik daar heel duidelijk over. Vind jij dat de podiumkunstenaars dat het een contactberoep moet worden? Nou, het zou wel handig zijn, denk ik, voor wat we moeten gaan doen. Ik bedoel, mijn hersens kraken continu over hoe je in godsvredesnaam moet gaan regisseren straks. Ja. En ze botsen ook heel vaak tegen de muur op mijn hersenen. Dus ik denk, als we contactberoep zouden worden, krijg ik iets meer verbeelding in mijn hoofd en iets meer mogelijkheden. Want dan kun je weer zoenen, dan kun je weer dansen. Ja, dat is... Kijk, musical is toch een synthese van de diverse kunstvormen. Er wordt in gezongen, er wordt in gedanst. Ja, dansen is wel heel erg moeilijk op afstand. Ja. Het is wel leuk als er een paar lifts in kunnen zitten en dat mensen een beetje elkaar over de vloer heen kunnen sleuren. Nee, ik sprak pas iemand die maakt moderne dans. En die zei, ik kan één keer leuk een coronavoorstelling doen met het publiek met mondkapjes. En dan is dat een gimmick. Ja. Maar dat gaat een tweede keer een publiek natuurlijk helemaal niet meer, niet meer pikken. Dus dat is wel, ik denk dat heel ingewikkeld is. Ik ben benieuwd, als het contactberoep wordt, moeten we natuurlijk eerst ook die hele molen door om te kunnen gaan repeteren en dergelijke. Het zijn toch allemaal nog vakken waar we doorheen moeten voordat we überhaupt kunnen gaan produceren en regisseren. Jouw hart ligt bij het musicalvak. Ja. Ik heb zelf ook een aantal musicals gedaan. Hairspray, Les Miserables. Ik vind dat er in ons vak ook wel eens een beetje... soms kan er wel eens denigrerend worden gedaan over het vak musical. Hoe belangrijk is musical inmiddels voor de Nederlandse cultuur? Ja, maar ontzettend belangrijk. En dat denigrerende, ik moet je heel eerlijk zeggen... laten we het daar vooral niet te lang over hebben. Ik word daar ook een beetje moe van. Ja. En ik ben daar ook een beetje... Nee, niet een beetje. Ik ben daar klaar mee. Uh-huh. Want het verdient niet om er denigrerend over te doen. Het is een volwaardige kunstvorm. En laten we hem dan ook... Met verschillende disciplines. Met verschillende disciplines. Met ontzettend veel creativiteit. En mijn hemel, jongens, wat een ontwikkeling. Jij hebt Les Miserables gedaan. Dat was mijn stage ooit. Ja. De oer Les Miserables. Ik als kleine gup die daar rondliep. Moet je eens kijken waar we gekomen zijn sindsdien. Ja, ongelooflijk. Waar we gekomen zijn sinds Annie M. G. Schmid. Ja. Maar we moeten wel nog stappen zetten. En dat is ook aan dit tijdsgewicht. Om die stappen te blijven zetten. Voorwaarts denken. Waarom zit jij hier nu aan tafel? Wat vind jij belangrijk om... Wat ik van belang vind op dit moment is dat voorwaarts denken. Niet stilstaan. Stilstaan... Achterover zitten is geen optie. Nee. We moeten vooruit. Maar om vooruit te kunnen moeten we wel gewaardeerd en gehonoreerd en gezien worden. Ja. Dus ik zei net, ik ben met een productie bezig voor 2021. Een nieuwe Nederlandse creatie. Ik vind het echt helemaal te gek dat er een producent is, Medialeen, die dat aandurft. Dat die gewoon de klote heeft om te zeggen, en we gaan gewoon een nieuwe Nederlandse productie maken. Daar zijn we ook nu voor aan het auditeren. Dat is voorwaarts bewegen, niet stilzitten. Ja. Tweede is, ook voorwaarts, er zijn hogescholen voor de kunsten in Nederland.
Ik zou deze maand bezig zijn met een project voor Codaarts. Voor het oude Luxor. Jouw ja, mijn tent. Oh, ik mis het zo. En, ik mis het nu ook ja. heel erg. En ik zou met die studenten een van de makers zijn die hun show and tell zou maken. Ja. Studenten aan het einde van hun opleiding na 4 jaar willen gezien worden. Ja. Door makers, door regisseurs en producenten. Dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken, nee. Dus zijn we nu bezig om het wel te laten lukken, maar dan op een andere manier. Ja. Schouders eronder met die studenten. Ik zoom me helemaal suf ja. met de jonkies. En het vermoeiend ook, hè, dat zoomen. Het is hartstikke vermoeiend ja. en ik heb het er met alle liefde voor over. Ik vind het geen enkel probleem. Wat goed. En fijn om er even op terug te komen dat er inderdaad dus een producent is die ja? dat nog steeds aandurft. Ja. Want laten we even een lans breken voor Medialeen. Het bedrijf van Iris van den Ende. Ja. En dan kan je natuurlijk 100 keer zeggen, nee. joh, wat hoort er gezegd? Dit is de dochter van, nee, onzin, want die heeft nu wel een productie die geloof ik 4 miljoen heeft gekost op de planken gezet, Hello Dolly. Die hebben wel geteld één voorstelling gespeeld na de première en toen lagen ze plat. Punt. Als je nu in het nieuwe Luxor komt, je weet niet wat je ziet. Het is één, het lijkt wel een spookhuis. Al die kostuums, alles hangt er. Want je mag het ook niet, de mensen weten het niet, maar het mag niet afgebroken worden. Weet je, dat kan niet met meer dan 2 mensen. Nou, het is pijnlijk om te zien. Op de en dan toch nog tegen een regisseur zeggen, wij gaan in 2021... ondanks deze hele crisis en ondanks dat hele debacle met Hello Dolly proberen wat nieuws te maken. Dat getuigt van enorm veel ondernemerschap. Ja, maar dat vind ik echt fantastisch. En dus ook zeggen, we zijn met scriptontwikkeling aan de hele tijd bezig. Dat gaat hartstikke goed, maar dat moet geauditeerd worden. Ja. Hoe in godsvredesnaam? Kun je er heel lang over hebben. Kun je ook achterover gaan zitten. Of je gaat denken, we gaan een manier vinden om het te werken. Ja, piano en solisten alleen, denk ik. Nou, en een eerste ronde hebben we helemaal via een videosysteem gedaan. Oh, dat kan ook natuurlijk nog. Dat is heel bizar, Richard, maar het is ook heel erg leuk. En uiteindelijk werkt het. Dus gewoon mensen een monoloog opsturen, een monoloog laten schrijven, gericht, een pianopartij opsturen en dan ze dat laten uploaden, heet dat? Ja, uploaden. Ik heb er ook alles over de techniek. Ja, ben je ook zo goed erin? Ja, absoluut. En dan ze laten uploaden en wij met het team vrolijk via een camerasysteem en dan die video's bekijken en bespreken. En het wordt bloedserieus gedaan. Ja. Tweede ronde moest wel live. Je moet wel voelen. Dat snap ik. Je moet op een gegeven moment zien. Ja, interactie moet er op een gegeven moment komen. Ja. Ja, ja, ja. Heel ingewikkeld. Het is heel ingewikkeld, maar het moet wel gebeuren. Want anders staan we stil. En dat is, er moet ook nieuwe content komen, nieuwe producties komen voor hierna. En ja. hoe vervelend deze situatie ook is, vooruitdenken, richting een nieuwe horizon denken en zorgen dat de theaters weer open gaan, dat er weer licht brandt, dat er weer toeschouwers naar binnen gaan en dat wij weer ja, naar binnen mogen. Ja, dat zou toch lekker zijn. Och, ik kan niet wachten inderdaad. Nou, volgens mij als heel Nederland zo gepassioneerd over zijn werk zou kunnen praten, als dat jij dat op dit moment doet, dan is volgens mij, dan hebben we volgens mij nergens meer, op geen enkel vlak meer problemen. Hey, iedereen die hier aan tafel zit, die zet een handtekening achter mij op het bord en die handtekening staat voor het aantal mensen die hij of zij binnen zijn sector in dit vak vertegenwoordigt. Voor hoeveel mensen heb jij? Ja, ik heb even over nagedacht en ik doe een drievoudige optelsom, als het mag. Ik begin met de 46 studenten waarmee we nu met heel veel mensen bezig zijn om die op de kunstopleidingen aan de rand van het werkveld te brengen, waar nu eigenlijk niet en zo heel veel is. Als ik vraag mag, vanuit welke kunstopleidingen? Codaarts. Rotterdam, Fontys, Tilburg en ook de Frank Sanders Academie in Amsterdam. Ja. Dus dat zijn er 46. Dan zou ik graag de 123 mensen die geauditeerd hebben voor die productie in de afgelopen maanden, die ook allemaal op zoek zijn naar werk. Naar werk. Ja. Bij deze wil ik heel graag hun stem zijn. Dat zou ik heel fijn vinden. Maar als laatste wil ik eigenlijk ook, naar aanleiding van wat jij net ook zei, voel ik nu, wil ik daar een mannetje of 20 bij optellen van Medialeen. Ja. Op dit moment laat ik gewoon even een keuze maken. Allerlei andere producenten, even deze. Ja. Gewoon voor het lef dat ze hebben om nieuw Nederlands musical theater te gaan maken. En ik ben ontzettend trots dat ik dat straks hopelijk mag gaan doen. Dus tel maar allemaal bij elkaar op. Toch weer een aantal mensen. Bij deze, als de première daar is, zit ik op de eerste rij. Ik verheug me nu al, Richard. Hoop ik dat ik nog in mijn pak pas. Ik hoor even in mijn oortje door mij heen praten. Ja. Oh ja, we moeten de getallen even optellen. Ja, ik ben niet goed te rekenen. Jij wel? Helemaal niet. Oké, dat gaan we even doen. Wat was het? 146. Ja, nee, dit is leuk. Ja, ik ben cijferblind, hè? Ja, we bedoelen gewoon 146. Dan hadden we, volgens mij had ik 48 studenten.
Nee, dit is de wacht eventjes nou. Er staan 146 auditanten. Dat is 194. Dat is, ja, dat kan ik niet. En ik, ben maar, ik ga het optellen voor je en dat doen we. En wat nog meer? En 22 mensen van een team en productie. Ik ben cijferblind. Ik ga het nu doen. Kijk, wil jij maar eens op. 146 plus 2 is 148. Ja. 168. Ja. 176. Ja. 216. Klopt dat iemand? Ja, 216 klopt dat. Nou, dames en heren. Ik vind het een heel mooi getal. Niet voor ten of tander, maar als ik met dit interview de Sonja Barend woord niet wint, dan weet ik het niet meer. Dat bedoel ik. Dus we gaan ze erbij zetten. 216. 216. Ik ben heel blij dat je er was. En leuk we gaan elkaar zeker zijn, zien. Nou, veel plezier straks. Meer dan welkom. Ik ga naar bocht. Doe dat. Dankjewel, hè. Ja, dat kunnen wij niet optellen en alles. Nee. We zijn artiesten, dat weten we allemaal niet. Ik word vast nooit meer uitgenomen ergens de administratie te gaan doen nu.